een shoplog voor jullie. Zoals jullie weten woon ik nu een tijdje in Amsterdam. En de afgelopen week, maar ook eigenlijk vanaf dat ik hier woon, heb ik een beetje geshopt. Niet al te veel, want ik ben nu student. En ik moet boodschappen doen, schoolspullen kopen, van alles. En alles kost geld, dus er blijft niet zo heel veel over voor kleding. Maar afgelopen week mocht ik mezelf verwennen. En verder in de maand heb ik ook nog wel wat leuke dingetjes gekocht. Dus die ga ik laten zien. En alles wat ik gekocht heb, komt uit Amsterdam. Dus ben je benieuwd wat ik gekocht heb hier? Kijk dan snel verder. Eerst had ik een nieuwe broek nodig. En ik had al heel lang een zwarte broek van de Monkey. Die broek was gewoon helemaal op. Hij was helemaal faal. Er kwam bijna een gat achter in mijn broek. En hij was eigenlijk niet meer zwart. Maar dat vond ik een super fijne broek. En volgens mij zijn die uit de collectie. En toen hoorde ik van heel veel mensen dat de Topshop broeken super fijn zijn. Dus ik ging naar de winkel, naar de Topshop. En inderdaad, deze broek zat heel erg lekker. Het is een zwarte skinny jeans. Hij is heel erg stretchy. Hij zit echt helemaal zo strak rond je enkels. Want ik vind het echt vervelend als een broek los zit rond je enkels. En het is de Jamie in maat 26 en lengte maat 34. En ja, het is de Jamie. Hij is zwart en hij heeft ook geen scheuren en zo. Want ik heb heel veel broeken met scheuren, maar die gaan gewoon zo snel kapot. Want dan stap je erin en dan stap je in het gat en dan is je hele broek uitgescheurd. Dus daar doe je veel minder lang mee. En ik vind het soms ook even wat netter als je een broek hebt zonder scheuren. En deze broek was 55 euro. Niet super goedkoop. Maar ja, daar doe ik dan weer heel erg lang mee. Dus ik ben helemaal blij met mijn nieuwe broek. Dan kocht ik bij de Topshop ook dit t-shirt wat ik nu aan heb. Kijken, ja. Adidas t-shirt. Ik heb de mouwtjes zelf een beetje opgerold. Dat vind ik leuker. En ik denk dat ik dit ook met een steekje vast gaan zetten, dat het zo blijft. En ja, dit is gewoon een simpel soort t-shirt, maar ik vond het heel erg leuk staan. Dus die heb ik ook gekocht. En volgens mij was deze 28 euro. In ieder geval niet meer dan 30 euro. De eerste week dat ik in Amsterdam woonde, ben ik ook langs de Topshop gegaan. Dus dat was niet afgelopen week. Maar toen heb ik deze pet gekocht. Het is een pet die je echt super vaak de laatste tijd ziet. Dat is volgens mij echt een trend. En ik draag eigenlijk nooit petten, maar ik vond dit altijd heel erg leuk staan bij mensen. Dus dit is zo'n pet met New York erop. En hij is in het donkerblauw. En best wel handig als ik dan naar de supermarkt ga. Of ik heb hem helemaal niet opgemaakt. Of ik, ja, ik vind mijn gezicht gewoon niet zo mooi die dag. Dan doe ik lekker die pet op en dan kan je lekker achter verschuilen. Maar het staat ook gewoon heel erg leuk. Ik vind het wel stoer staan. Dus die komt ook van de Topshop en die was volgens mij 18 euro. Bij de Stink twee hemdjes gekocht. Deze, een zwarte en een witte. Lekker saai, maar dit zijn echt de beste hemdjes die er zijn van de Stink. Die zijn lekker dik. En die bandjes die zakken niet af en zitten echt heel erg fijn. En ja, ik had die al, die heb ik al een paar keer gekocht. Maar na een tijd gaan ze dan toch minder mooi worden. Dus ik had twee nieuwe hemdjes nodig. Dus die heb ik daar gekocht. En die zijn €7,95 per stuk. Dan ben ik nog naar de Bershka geweest. Daar heb ik deze broek gekocht. In de aanbeelden zal je het waarschijnlijk beter zien. Maar het is een, hoe noem je dit? Een broek, donkerblauw, met zo'n witte krijtstreep erin. En hij is wat smaller beneden. En er zit dan elastiek in. En aan de achterkant heeft hij van die, dat zijn geen echte zakjes, maar het ziet er wel heel mooi, best wel chic uit. En deze broek zit heel erg lekker, maar hij oogt best wel chic. Dus dat is wel grappig. Ik heb nog geen idee hoe ik dit ga combineren, maar heb je tips, dan hoor ik dat graag. En ja, best wel benieuwd hoe, dit nou, hoe ik dit aan ga doen. Maar ik vind het wel echt een hele leuke broek. Dus, en die was €19,99.
Dan kocht ik bij de BRSK ook een kooltruitje. En ik dacht altijd dat kooltruitjes niet bij mij stonden. Maar ik had deze aan en ik vond het eigenlijk best wel leuk staan. Het is niet zo'n heel erg hoog kolletje die je 3 keer om moet slaan. Want die heb ik ook gepast, maar dat zag er echt niet uit bij mij. Dus dit is een beetje een laag kolletje. En hij is niet zo lang. Hij is een beetje cropped. Maar als ik dus die nieuwe broek aan heb, dan valt hij daar precies op. Dus dat is echt perfect. En ik weet de prijs niet meer precies. Volgens mij was die 12 euro. Dus het zit best wel lekker warm. En nou, het is gewoon een basic waar het overal bij kan. Dus daar ben ik ook erg blij mee. Ik was dus laatst bij de Zeeman. Ik wilde waspoeder kopen. En ik zag ook dat ze best wel veel leuke interieurspulletjes hadden. Dus ik had ook nog een bakje gekocht voor in mijn kamer. En toen zag ik ineens dat ze ook van die bandana sjaaltjes verkochten. En waren ze nou 1 euro of 2 euro? Volgens mij waren er 2 voor 2 euro. En dat is echt helemaal niks. Want volgens mij vragen ze in sommige winkels daar echt super veel geld voor. Terwijl het gewoon een simpel sjaaltje is. Nou, dat verkopen ze dus bij de Zeeman. En dat vind ik wel leuk om dan zo om je nek te dragen. Dat zie je de afgelopen tijd ook best wel vaak. Dan zie je het zo geknoopt. En dat geeft toch wel weer iets extra's aan je outfit. Dus ja, dat kwam ik toevallig tegen en die heb ik ook meegenomen. Dan als laatste kwam ik ook nog bij de Kiko. En mijn mascara is nog niet op, maar ik heb daar 2 mascara's gekocht. Omdat ik dit super fijne mascara's vind. En die had ik al een keertje gebruikt. Maar ze waren volgens mij rond de 8 euro. En ja, toen had ik laatst een keertje eentje gekocht van Catrice. Een hele goedkope. Maar nu was ik dus bij de Kiko. En toen zag ik dat ze in de korting waren. Ze waren volgens mij maar 3 euro of zo. En ik vind het echt ja, een van de fijnste mascara's die ik ooit gebruikt heb. Ze lijken een beetje op die Dior Overcurl, die ik ook wel eens gebruikt heb, kan ik nu als studentje eventjes niet kopen. Maar deze lijken er heel erg op. En heel erg fijn. En dus heb ik er gelijk maar 2 gekocht. Dan kan ik eventjes vooruit met mijn mascara's. En toen wilde ik eigenlijk ook nog bij de Douglas een concealer kopen. Ik heb altijd de MAC Studio Sculpt concealer. Zo'n potje. En die is best wel creamy. Dat vind ik echt een hele fijne concealer. En ik heb die denk ik al bijna 2 jaar. 2 jaar. In ieder geval heel erg lang. En die is dus bijna op. Dus ik dacht ik ga een nieuwe halen. Kom ik in de Douglas, schijnt dat die concealer uit de collectie is. Dus nu baal ik best wel. Want ik ben toch wel gehecht aan die concealer. Dus ik ga binnenkort maar weer op zoek naar een nieuwe concealer. Dus hebben jullie daar ook nog tips voor? Laat dan zeker in de reacties achter. En ja, dan waren dit mijn geshopte spulletjes. Ik hoop dat jullie alles goed hebben kunnen zien in de try-on beelden. En laat ook eens zeker even de reacties achter wat jouw favoriete item is. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei! Nog tijd over heb, dan maak ik mijn bed op. Maar ik moet je zeggen, dit doe ik niet echt heel erg vaak in de ochtend. Meestal gaat het fout bij wat ik aan.